Daar zijn we weer en ik heb van u 9 vragen ontvangen. Mooie vragen, al zeg ik het zelf. Neem nou de eerste. Is uw eigen visie op Israël veranderd in de loop van de jaren? Zo ja, hoe kwam dat? Je kunt er ook nog bij zeggen, zo nee, hoe kwam dat? Ik ben opgegroeid in een gezin waar grote liefde voor Israël bestond en het zicht op het profetische woord gekend werd, zoals ik dat nog steeds zo mag kennen. Dus vervangingstheologie was altijd ver van mij vandaan. Het enige is, als ik dat nou per se zou noemen, is ik ben opgevoed met een redelijk strenge bedelingenleer. Dat is een construct dat ik wel wat heb leren relativeren in de loop van de tijd. Ik heb ook meer respect gekregen voor elementen in de gereformeerde theologie, zoals de verbondsgedachte. Maar dat is eigenlijk peanuts. Dat raakt de kern van de zaak niet. Ik heb altijd geloofd in het komende Messiaanse Rijk. Ik heb geloofd in het herstel van Israël. Ik heb altijd geloofd het profetisch woord en de vergeestelijking geprobeerd verre van me te houden. Het zijn allerlei dingen die je in 76 jaren anders gaat zien, maar op dit punt ben ik aardig hetzelfde gebleven, dacht ik. Vraag 2. Momenteel gaat het goed met het stilletjes brengen van de leer van Yeshua in Israël door Joden en Messiaanse rabbies. Mogen we daar ook voor bidden? Ja, dat mag wel. En bid er dan vooral ook bij dat degenen die dat doen, dat op een uitermate tactische en liefdevolle en wijze manier doen. Je bent beslot niet bij de Indianen of bij weet ik wat, een volk dat nog nooit van God gehoord heeft, God van de Bijbel en dus ook niet van Jezus. Je bent bij het oude verbondsvolk, dat de Tenach kent, misschien wel vaak beter dan die evangelisten, en dat heel veel te lijden heeft gehad van de christenen. Daar hebben we de vorige keer ook een beetje over gehad. Dat betekent dat je eigenlijk alleen maar op een heel bescheiden en vriendelijk en liefdevolle wijze erover kan getuigen. Als iemand een Jood is, dus Messiaanse Jood, en Messiaanse rabbies, daar is natuurlijk alweer wat gemakkelijker. Dat zijn zelf ook Joden. Ik herinner me ooit ontmoet te hebben David Stern. We hebben het net nagekeken. Volgens mij leeft hij nog, hoewel hij al bijna 90 is. Zijn boeken heb ik altijd geweldig gevonden. En hij zei, als je zegt dat je Joden niet het evangelie van Jezus Christus mag brengen, dan ben je eigenlijk antisemitisch bezig. Dat was zijn uitspraak. Want hij zei, dan onthoud je aan de Jood het mooiste en het belangrijkste wat er is, juist voor de Jood. Dus hij zei, hij was in de oorlog ondergedoken bij een christelijk gezin en daar heeft hij het evangelie leren kennen. En daar is hij ongelooflijk dankbaar. Stel je voor dat die mensen gedacht hadden, nee, dat mag je niet aan een Jood vertellen, en ze daarover gezwegen hadden. Dus hij was daar heel uitgesproken over. Dat vind ik belangrijk, want ik kan mijn mening wel geven als een goy, iemand uit de heidenwereld, maar hij zei dat als Messiaanse Jood. En dat vind ik heel belangrijk. Dus bid om wijsheid en om tact. Toon vooral je liefde voor Israël voordat je gaat praten over de Messias van Israël. Maar voor de rest natuurlijk, waarom zouden we erover zwijgen? Integendeel, het allerbelangrijkste wat er in je leven is, daar mag je over spreken. De derde vraag, in hoeverre verschilt het praktische leven van een Messiaanse Jood en een christen? Ik neem aan dat het meer is dan de spijswetten en de aparte keukens. En wat zijn de strekkingen zoals de zevende dagsadventisten? Nou, laten we die maar naar buiten laten. Ik weet meer van Joden dan van zevende dagsadventisten. En ik weet wel dat die de leer van Ellen Gold White aanhangen, waar een heleboel buitennissige dingen in zitten, waar het gros van de christenen niet veel mee te maken wil hebben. Hoewel je daar ook vast en zeker ware gelovigen hebt. Maar wat daar in de zin daarvoor staat, dat is even, daar moet je even goed opletten. Ik neem aan dat het meer is dan de spijswetten en de aparte keukens. Waar slaat dat laatste op? Als je komt bij streng orthodoxe Joden, dan weet je dat die geen melkproducten samen met vleesproducten mogen eten, op grond van 1 voorschriftje uit de Torah. Dat is eigenlijk een heel merkwaardig verhaal, maar dat gaat nog veel te ver. Je mag een bokje niet koken in de melk van zijn moeder. En dan leidt dat tot aparte keukens, 1 voor alles met zuivelproducten en 1 alles wat met vleesproducten te maken heeft. Dat is een groot discussiepunt onder de Messias beleidende Joden. Moeten we ons uitsluitend houden aan wat we letterlijk in de Torah vinden?
Of moeten we ons ook houden aan de wijze waarop de rabbijnen, met name in de Talmud, die Torah hebben uitgelegd? Ja, zeggen sommigen, zoals Jozef Shulam en anderen die in die richting denken, die ook synagogen hebben die eigenlijk nauwelijks te onderscheiden zijn van gangbare orthodoxe synagogen, behalve dan in hun prediking natuurlijk. En die hebben ook streng gescheiden keukens, terwijl anderen zeggen nee, die hele rabbijnse ontwikkeling, daarin kunnen we niet de leiding van de Heilige Geest zien zoals we die in de Tenach zien. Wij houden ons uitsluitend aan wat we vinden in de Tenach, dus niks, geen aparte keukens. Ja, dat is een verschilpunt en ook heel begrijpelijk. En mijn sympathie gaat wat meer uit naar deze laatste groep, maar ik heb toch ook zeker begrip voor die eerste groep, die niet zomaar die hele rabbijnse ontwikkeling aan de kant wil schuiven. In hoeverre verschilt het praktische leven van die twee groepen, Messiaanse Joden en Christenen, in heel veel opzichten niet zo erg? Sommigen van hen dragen een keppeltje, maar als je dat in Israël doet, dan doe je dat vooral ook om ingang te vinden onder orthodoxe Joden, om niet van hen je te onderscheiden, alsof je hetzelfde bent als een liberaal of een atheïst. Nou, zelfs liberale Joden dragen die, maar van een atheïstische Jood. Dus er zitten ook een aantal gewoontevormingen in. In de praktijk gaat het om het dienen van God, om het dienen van Yeshua, de Heer Jezus, waarbij zij de feesten onderhouden, om het even plat te zeggen. Zij moeten dat doen, want het staat in de Torah, ze zijn onder de Torah en wij mogen het doen. En ik heb het meermalen gedaan en het is heerlijk, maar wat is nou moeten voor iemand die de Torah lief heeft? Dat is geen moeten. En in die zin zijn die verschillen ook maar weer betrekkelijk. We mogen erin heel ver samen met hen gaan. En als het gaat om de ethische grondslagen, om het grote liefdegebod, ja, eigenlijk is er dan ook geen verschil met orthodoxe Joden. Dat heb ik straks in die 7 punten aangegeven. We leven allemaal uit diezelfde liefde jegens de Heere God. Adonai, we leven vanuit dezelfde liefde voor de Torah. Ik ken toch een heleboel christenen die net zo vurend met het woord bezig zijn, zonder dat ze nou per se theologen zijn, met het woord bezig zijn als een orthodoxe Jood. Er zit een diepe verbondenheid in. De liefde voor God betekent liefde voor zijn woord. Of je dat nou Torah of Tenach of gewoon de schrift of het woord van God noemt, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus je kunt die verschillen wel uitvergroten, maar in de kern van de zaak is het juiste, wat vind ik veel belangrijker, zo ongelooflijk veel overeenkomst. De vierde vraag. De nieuwe derde tempel, zal het dan ook een nieuwe Torah zijn zonder bijvoorbeeld de ceremoniële wetten? Nou, het antwoord op die vraag vind je in Ezechiël 40 tot het eind van het boek, zeg maar. 48, het houdt al een beetje eerder op met die wetten. Daar vind je de beschrijving van de tempel van het Messiaanse Rijk. En daar zie je ook dat sommige geboden van de Torah anders ingevuld lijken te worden. Maar ik zie dat als accentverschillen. Je vindt bijvoorbeeld sommige feesten die dan weer genoemd worden, maar andere weer niet. Sommige geboden worden genoemd en andere weer niet. Je kunt niet zeggen dat het een echt nieuwe Torah is, al zijn er andere accenten. Maar zeker zijn de ceremoniële wetten daarin ten volle aanwezig. Denk erom, wij hebben het kunstmatig onderscheid gemaakt tussen de morele wetten van de Torah en de ceremoniële wetten. Dat onderscheid hebben wij gemaakt om daarmee te kunnen zeggen, die morele wetten die moeten we vasthouden, maar die ceremoniële wetten die kunnen we aan de kant schuiven. Zo werkt het niet. Al die ceremoniële wetten en die morele wetten zijn volkomen met elkaar verweven. En als je Ezechiël 40 tot zeg maar 44, 45 leest, dan zie je dat het ook vol is met ceremoniële wetten die we ook al kennen uit het boek Leviticus. Dus in die zin ligt dat ook allemaal veel dichter bij elkaar. Nou, dan een hele pittige vraag, nummer 5. Ik ben het van harte met u eens dat de God van het Oude Testament dezelfde God is van het Nieuwe Testament. Inderdaad, een barmhartige God. Toch de vraag over 2 Koningen 2 vers 24. Waarbij 42 kinderen worden verscheurd door 2 beren nadat de jongens Elisa bespot hadden. Graag uw reactie. Ten eerste, dat woord kinderen, dat klopt niet helemaal. Kinderen die kunnen dingen uitflappen waar ze geen verantwoordelijkheid voor dragen. Maar het gaat hier om jonge mannen. Jonge mannen die heel goed wisten wat ze erover hadden. Je zou vandaag kunnen zeggen hooligans of wat voor figuren dan ook.
Denk erom, God is in het Oude en het Nieuwe Testament een barmhartige en genade God. Maar God is ook in het Oude en het Nieuwe Testament een God van oordeel. De Heer Jezus heeft niet alleen maar wonderen van barmhartigheid verricht, hij heeft ook die vijgenboom vervloekt. De apostelen hebben niet alleen maar wonderen van barmhartigheid verricht. In Handelingen 13 lezen we ook dat Paulus, die valse profeet Elimas, met blindheid slaat. Dat hoort er ook bij. Het oude beeld is fout. Dat het Oude Testament een God van wraak beschrijft en het Nieuwe Testament een God van liefde. Maar het beeld dat allebei een God van liefde beschrijven, is ook eenzijdig. Zowel Oude als Nieuwe Testament beschrijven een God van wraak en van oordeel. Net zo goed als een God van liefde beschrijft. En dat betekent ook dat die wraken, dat oordeel, uiteindelijk komen over elk mens die goddeloos is gebleven. Maar soms ook direct over de goddelozen in een bepaalde tijd. En daar is dit een voorbeeld van. Elisa is net als de Heer Jezus iemand die heel veel wonderen heeft gedaan, die de goedheid en barmhartigheid van God laten zien. Maar er is ook dat ene voorval waarbij een aantal hooligans hem bespotten, tegen hem zeggen: kaalkop, ga op. Dat betekent letterlijk: ga ook maar naar de hemel. Net als dat met je meester Elia is gebeurd. Het was niet zomaar een beetje een scheldpartij. Het ging heel diep. Dit ging heel essentieel tegen de God van Israël. En dat was bij uitzondering het moment waar het oordeel ook direct over de mensen, over deze jonge mensen komt. De zesde vraag. Kunnen we zeggen dat de Zoon de eeuwige Torah is die zich in de verschillende bedelingen verschillend manifesteert? Ja, ik heb u straks al gezegd, die bedelingenleer heb ik toch geleidelijk aan een menselijke constructie leren zien. Het voorbeeld van die bedelingenleer is de Scofield Bible. Mijn vader kreeg al kort na de oorlog uit Amerika zo'n Scofield Reference Bible. Die heeft hem ook veel gebruikt. Ik heb er zelf veel in gelezen. En daarin vind je die hele constructie van die zeven bedelingen. En voor een ijverig studerend jongetje zoals ik, sprak dat wel aan. Totdat je later zegt, ja, maar het is toch wel heel menselijk. Zo vind je dat in de Bijbel niet terug. Maar anderzijds, als iemand een Oud Testamentische en een Nieuw Testamentische bedeling onderscheidt, dan is hij natuurlijk ook wel met bedelingenleer bezig. We zijn er allemaal dus wel mee bezig om verschillende tijdperken in Gods wegen met de wereld te onderscheiden. Ook al gaat de een daarbij in de onderscheiding heel wat verder dan de ander. En is de Zoon iemand die zich verschillend manifesteert? Ja en nee. Ja en nee. Het is duidelijk dat in de weg van God met Israël andere facetten naar voren komen, omdat veel meer daar het etnische Israël, Israël als natuurlijk volk een rol speelt, terwijl in de bedeling van de gemeente veel meer de gemeente als een geestelijk volk een rol speelt. En dat leidt ook weer tot andere facetten. Maar ik vind het ook veel belangrijker hier de nadruk te leggen op het feit dat de Zoon de eeuwige Torah is in al die bedelingen en al die verschillende tijdperken, dan grote nadruk te leggen op de eventuele verschillen die er zouden zijn. De zevende vraag. In de Qumran-rollen vond men de hele rol van Jesaja, waarin dus ook Jesaja 53 voorkomt. Is dat een wonder geweest? Ja, dat is wel leuk. Er zijn natuurlijk in de Qumran-grotten heel veel delen van de Tenach teruggevonden, maar ook die hele complete Jesaja-rol. Ja, dat was wel heel spectaculair. Het spectaculaire was niet zozeer dat Jesaja 53 daarin stond. Natuurlijk stond het erin. Die stond ook al lang in de Hebreeuwse Bijbels die de rabbijnen gebruikten. Dat is het nieuwe niet. Het bijzondere was eigenlijk vooral dat die Jesaja-rol pakweg 1000 jaar ouder was dan de oudste handschriften van het Oude Testament die men tot op dat moment kende. Nou, 1000 jaar van overschrijven van handschriften, dat is een hele lange tijd. Dan kan er heel wat misgaan. Het wonder was niet het vinden van die rol. Het wonder was dat toen men die rol vergeleek met wat we wisten uit het boek Jesaja, hoe die tekst eruit zag, dat de verschillen minimaal waren. Dat is een wonder. Na 1000 jaar. Er zijn een paar kleine verschilletjes en sommige van die verschilletjes hielpen ons ook om bepaalde moeilijkheden in Jesaja beter te begrijpen. Maar Jesaja 53 stond er natuurlijk in. Die stond ook in de Hebreeuwse Bijbels die de rabbijnen gebruikten.
Hoewel het wel opvallend is, als je een Jood bent die zelf niet veel in de Tenach leest, maar die alleen afhankelijk is van de synagogenlezingen, dan kom je elk jaar of elke 3 jaar de hele Tenach, de hele Torah tegen, de 5 boeken van Mozes, en een grote selectie van gedeelten uit de profetische boeken. En dat is eigenlijk vanaf Jozua tot Malachi. Nooit Jesaja 53. Zo'n Jood die afhankelijk is van de lezing in de synagoge krijgt nooit Jesaja 53 te horen. Daar wordt ook nooit over gepraat. En hij moet al helemaal zelf de Bijbel lezen om op Jesaja 53 te stuiten. Dat is wel een beetje mysterieus. Je kunt rustig zeggen, als al een Jood dat ontkennen als je met hem praat, hij zit er toch een beetje mee in zijn maag. Als je in het Nieuwe Testament leest, dan denk ik aan die kamerling uit Ethiopië. Die las ook Jesaja 53. Kijk, dat hij dat niet begreep, dat kan ik begrijpen. Ik kan begrijpen dat hij het niet begreep. En dan vraagt hij, over wie heeft de profeet het hier? En dan klimt Filippus aan boord van die kar waarop hij reed, die wagen waarop hij reed, en die legt hem dan uit. En dan staat er 1 ding. Hij verkondigde hem Jezus. Aan de hand van Jesaja 53. Ik ken verschillende gevallen van Joodse mensen die door het lezen van Jesaja 53 ineens ervoeren hoe de schel van hun ogen vielen en ze ineens zagen. Dit is niet hij, dit is niet Israël. Dit is de Messias. De Messias, de zoon van Jozef, de leidende Messias. Waar we zo weinig over gehoord hebben in de synagoge. En laat het daar nog maar veel voor gebruikt worden. En andere gedeelten ook, maar Jesaja 53 bij uitstek allemaal. Wat is de functie van, dat is ook een mooie vraag, vraag 8. Wat is de functie van de wet van de Torah voor een wedergeboren christen, voor een orthodoxe Jood en voor een Messias-beleidende Jood? Nou hier, dat begrijpt u wel, leg ik vooral de grote nadruk op de overeenkomst. Ik heb het vorige keer al gezegd, zoals Israël Gods oogappel is, zo is de Torah de oogappel van Israël. Ik heb de Bijbelteksten daarvoor geciteerd. Israël, God en de Torah, die zijn onverbrekelijk. Dat is een drievoudig snoer dat niet spoedig verbroken wordt, zoals Prediker zegt. En waarom houdt hij zo van de Torah? Waarom zegt de psalmist in Psalm 119, hoe lief heb ik uw Torah? Omdat hij de God van de Torah lief heeft. En hij heeft die God zo lief dat hij tegen die God zegt, zeg maar wat u van me verwacht en ik zal het doen. Uit liefde jegens u. En daarin is geen verschil voor een wedergeboren christen, een orthodoxe Jood en een Messias-beleidende Jood. Als ze het alle drie doen vanuit hun hart. Vanuit een oprechte liefde die ten diepste daar gewerkt kan worden alleen maar door de Heilige Geest. Dat moet je er wel bij zeggen. Wij kunnen niet in de harten van mensen kijken. Ik zou niet wel graag willen zeggen dat elke theoloog die zo ijverig de Bijbel bestudeert, omdat het zijn vak is, dat doet vanuit de liefde van zijn hart. Maar als ze die liefde in hun hart kennen, dan is er geen verschil. Dan leren ze uit de Torah. Zoals een verliefde jongeling een brief leest van zijn meisje, van zijn verloofde. Of van zijn pasgetrouwde vrouw als die op reis is. Hij leest dat omdat het zijn geliefde is. Misschien zijn het helemaal niet zulke belangwekkende dingen die ze allemaal te vertellen heeft. Zo uit het dagelijks leven wat ze meemaakt. Maar het is van haar. Hoe groter je liefde tot de God van Israël, en dat is onze God, des te groter is de liefde tot zijn woord. En voor ons is dat het Oude en het Nieuwe Testament. En dan is niet het Nieuwe Testament losgemaakt van het Oude. Het is 1 groot geheel. En vanuit die liefde kun je ook niet anders dan liefde hebben. Alles wat dat woord tot ons zegt. En dan heb je ook het verlangen in je hart om dat woord te volbrengen. Een christen herken je niet aan het feit dat hij een mooi verkeringsverhaal kan vertellen. Een christen herken je aan het feit dat je in zijn leven ziet dat hij leeft naar de geboden van de Heer. Waarom kun je zeggen of iemand een echte Jood is? Als je ziet, voor zover wij dat kunnen zien, en dat geldt voor de christen ook,
dat hij leeft vanuit zijn liefde voor de God van Israël en dus ook voor de Torah. Omdat het zijn verlangen is die God te dienen. En dat geldt natuurlijk dan voor de Messias beleidende Jood ook. Wij zijn toegekomen. Zijn er nog andere vragen? Kijk ik even naar het team hier. Dit is het wel. De negende en laatste vraag. Wat betekent het dat de volheid der heidenen binnengaat? Ja, als ik nou ondeugend ben, dan zeg ik dat staat in Romeinen 11. Dus wacht u 14 dagen, dan krijgt u het antwoord op die vraag, want dan gaan we dat behandelen. Maar ik wil het nu alvast wel heel kort al aangeven. Anders dan hebt u 14 dagen misschien wel zo'n slapeloze periode. Er komt een tijd dat Gods plannen met zijn kerk op deze aarde voltooid zijn. Dan wordt de laatste toegevoegd. En die laatste wordt toegevoegd omdat het niet oneindig doorgaat. Want God wil zo heel graag niet alleen maar die kerk uiteindelijk invoeren in de heerlijkheid. Bij de wederkomst van Christus. Maar hij wil ook die draad met zijn volk Israël, die hij al lang opgepakt heeft, die hij eigenlijk nooit losgelaten heeft, maar die hij in de laatste 80 jaar met name weer heeft opgepikt. Hij wil die draad tot volledige volvoering brengen. Daarom staat het er zo: als de volheid van de heidenen zal zijn binnengegaan, dan zal geheel Israël, of zo zal geheel Israël behouden worden. Dat is nog niet zo simpel. Dat is nog best raadselachtig. En daarom ga ik zelf nog even lekker op studeren. En dan hoop ik het over 14 dagen aan u te vertellen. Ik ben door de vragen heen. Ik stel voor dat we deze avond afsluiten met gebed. Dank u trouwe God, onze Vader. Vader van onze Heer Jezus Christus. Maar ook Vader van ieder die zijn hart en zijn leven aan hem heeft overgegeven. Dank u wel ook dat u nog steeds de God van Israël bent. En dat u dat nooit loslaat. Dat er nooit een moment zal komen dat u zegt, nou is het genoeg en nu geef ik het op en nu heb ik genoeg van ze. Net zoals u dat bij uw kerk niet zegt, waar u minstens zoveel redenen zou hebben om er de brui aan te geven, als we dat zo menselijk mogen zeggen. U bent inderdaad oneindig in uw geduld. Barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig, dat is geduldig en groot van goede tierenheid. Jegens uw kerk, jegens uw volk, uw oude volk Israël. En eenmaal komen alle draden van de geschiedenis bij elkaar, daar hopen we een volgende keer over te denken. Als Yeshua Mashiach, Jezus de Messias, zal neerdalen. Als de Zoon des Mensen met de wolken des hemels, zoals Daniel het al geprofeteerd heeft. En hij zijn plaats zal innemen op de troon van David. Misschien dat we juist in coronatijden nog weer eens extra zuchten. Heere, maak een einde aan al deze toestanden hier op aarde. Laat spoedig het rijk van vrede en gerechtigheid met we door, mogen doorbreken. Messiaanse rijk. Dank u voor hem die de vrede en de gerechtigheid in zijn persoon heeft gepersonifieerd. De samengebalde vrede en gerechtigheid. Hij is de enige die in staat is en die het ook zal doen om die vrede en gerechtigheid in deze wereld te bewerkstelligen. Wil het nu bewerkstelligen in onze harten van al degenen die geluisterd hebben. Wil het doen in de harten van velen van uw oude volk. Straks zullen ze Messias herkennen, als ze nog mogen leven op het moment dat hij terugkomt. Maar laat ook nu al door het getuigenis van anderen voor velen het licht opgaan over wie Jezus werkelijk was en is. We leggen alles wat we overdacht hebben in deze avond terug in uw handen. Geef er uw zegen over. Neem weg daaruit wat niet goed was. En laat het alles mogen dienen tot eer en grootmaking van uw naam. In de naam van Jezus de Messias. Amen.